Ik ga jullie vandaag mijn opzadelpoetsroutine laten zien. Daar hadden jullie om gevraagd, dus dan doen we dat. Ik wil eerst de deken eraf en dan loop ik vervolgens weg uit beeld en blijf ik een hele tijd uit beeld. Kleine ezel is het ook. Oh, daar ben ik weer. Achteruit kun je niet best zien. Dan lekker roskammen om alle haartjes eruit te krijgen en de vuiligheid. En het is goed voor de doorbloeding. Met een mooie net geknipte maan zie je ook allemaal racheltjes in. Dan gaan we het even versnellen, mijn mooie poetskunsten. Hier komt een aankondiging. Ik heb 3120 volgers. Yay! Ik heb dance. Ja, dat is een happy dance. Ja, soms wat gekkigheid kan er ook nog wat doorheen. Dan gaan we het weer verder doorspoelen. Dan gaat het dekje erop. Dan krijg ik een melding binnen. Ik vertel vandaag heel veel zinnige dingen, dus... knuffel hoort er ook bij, want ik hou van mijn pony, dus ik vind dat het dan kan. Single leg ik altijd van tevoren even op dat ik meteen door kan met het zadel. Dat het zadel er niet af kan vallen. Weer knuffelen. Niet dat het zadel er zo snel afvalt, maar dat geeft me een veiliger gevoel. Dan leggen we het zadel erop. Gelijk kloppen op de hals, omdat ik het een brave pony vind. Want ze bleef vandaag heel erg goed staan. Ook weer een knuffel. Ik als ik ook nog meedoen aan de Voice, als mijn paardrijcarrière niks wordt. Dan heb ik voor mijn dressuurzadel en mijn springzadel verschillende kleuren beugels. En dan niet verschillende kleuren beugels, maar verschillende kleuren beugelriemen. Waardoor ik de beugels moet omwisselen, want ik wil graag veiligheidsbeugels hebben. Waardoor ik die doe omwisselen. Die ga ik dan omwisselen en dat is altijd weer eventjes kijken hoe dat moet. Want die beugels, de beugelriemen, die zitten anders in elkaar dan andere beugels. Dus dan is het altijd even kijken hoe dat moet. Dan zit er wel een klein stukje tussen dat wat dikker is. Waardoor ik soms het harder moet trekken, maar dat lukt meestal wel. Dan doe ik ze ook nog op de goede maat alvast. Dan doe ik daarna weer een veiligheidsdingetje erop. Dat ga ik nu doen. Ja, het veiligheidsdingetje erop en... die schuift dan helemaal door naar het gespje. En dan kijk ik... Oh, niet eerst. Maar dan kijk ik welke kant het is. En dan klik ik hem vervolgens vast aan mijn zadel. En dan gaan we nu verder met hoofdstel. Gooi ik eerst teugels over mijn hals heen. En dan hoofdstel. Blondie is heel makkelijk met hoofdstel in doen. Dus ze pakt altijd zelf een bitje vast. Ja. Dan doe ik er oren goed, voorpluk goed. Dan maak ik de riempjes vast. Dan begin ik met de keelriem, daarna de neusriem en dan de sperring. Bij de neusriem moet ik altijd wel even kijken of die aan de andere kant goed zit. Dus daar kijk ik nu even naar. Dan maak ik hem vast. Trouwens, ik haal ook mijn beugels van mijn zadel af, omdat ik anders te snel mijn zadel beschadig. En dat vind ik gewoon best wel een zonde. Want ik wil graag zo lang mogelijk met mijn zadel doen. Ik maak nu het laatste riempje vast. Blondie komt dan altijd weer knuffelen. Blondie houdt heel veel van knuffelen, dus... Dan zijn we alweer bijna klaar met deze hele mooie poetsroutine. Op zadel en poetsroutine. Doe ik de frontriem nog even goed. Ik zit wel heel veel op mijn Apple Watch. Dit was mijn poetsroutine. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Doei doei!